Gewoon relaxed leven. Je kunt gewoon een heel parallel leven al leiden in de samenleving hier. Nederlanders denken echt dat je die zwart-wit keuze moet maken tussen parallele samenleving en normale samenleving. Omdat je in Nederland ook dat wel een beetje verplicht wordt, zeg maar. Dat wordt je echt wel door je strot geduwd, omdat Nederland zo heel goed georganiseerd is. Dus alles wat ze daar doorvoeren, dat wordt ook echt gewoon zo gedaan. Wat zie jij nu echt gebeuren in jouw eigen handel? Ja, dat die dollar onderuit gaat. Dus het vat olie was vorige week nog 92 en in één keer staat die op 108. Ja, de enige manier om dat uit te leggen is dat die dollar steeds minder waard wordt ten opzichte van commodities. Als je vrijgezel bent en je bent op zoek naar een mooie traditionele vrouw, een toekomstige moeder van je kinderen, dan kan ik zeer zeker Oost-Europa aanraden. Net iets anders dan Nederland. Veel traditioneler, veel meer op familie gericht. Sterke familiecultuur ook. Als we eventjes door de bril kijken, Kees, van de Nederlander die nu aan het nadenken is over het vertrekken naar een ander land. Omdat ze Nederland willen verlaten, omdat ze op de staart worden gezeten door de WEF voor hun gevoel, omdat Nederland verandert, Nederland niet meer is wat het altijd is geweest. Hoe moeten zij dan aankijken tegen Roemenië? Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk en ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren en die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom bij een tweede aflevering van de podcast De Springplank voor Vertrek. De tweede podcast staat in het teken van Roemenië. We gaan praten met een goede bekende van me, Kees Kramer. Ik heb hem een keer ontmoet in Roemenië. Hij heeft me veel van het land laten zien. En ik vind het leuk om Kees vandaag in de podcast te hebben. En hem te laten vertellen over zijn ervaringen al 22 jaar in Roemenië. Wie hij is, wat hij daar doet, wat hij van het land vindt, hoe hij aankijkt tegen Roemenië, wat hij vindt van de WEF-maatregelen in Roemenië, of hij Nederlanders aanraadt naar Roemenië te vertrekken. Kees, van harte welkom. Dankjewel Pim voor de uitnodiging. Het is een genoegen om hier aan deel te nemen en ook eens een gesprek met jou te hebben op de camera. Dankjewel. Ja, ja. Vertel eens eventjes voor de kijkers, wie ben jij, Kees? Ik ben een Nederlander, zoals jullie horen. Ik spreek Nederlands. Ik ben 22 jaar geleden naar Roemenië gekomen. Het was eigenlijk meer een toeval. Ik woonde een tijdje in Israël. Ik deed daar kibbutzwerk, vrijwilligerswerk. En we hadden een tussenstop in, wanneer was het? 98 in Boekarest. Ik was toen samen met een andere goede Nederlandse vriend. En omdat het vliegtuig toen vertraging had, het was iets van 48 uur vertraging, hadden wij toen gekozen om een nacht in Boekarest door te brengen. Om ook eens te zien hoe, en een hele dag. En dat beviel zo goed dat ik toen heb besloten om mijn volgende stage in Roemenië te doen. Internationale stage. En daaruit is een project gekomen met de Quote Media uit Nederland, met Maarten van de Bigelaar. Wij hebben toen Intermediair hier opgezet. Dat is een het banenblad wat in de jaren 90 heel bekend was in Nederland. Dat hebben wij toen gekopieerd. Onder dezelfde naam ook, Intermediair. Maar dat klonk niet zo goed in het Roemeens. Dat klinkt meer als een Louisje Tussenman, zeg maar. Dus dat was. Maar we hadden best wel een goede oplage. Alleen we hebben toen nooit de stap gemaakt van printmedia naar online media. En mijn stage liep toen ook af. Ik heb toen ook een jaar mijn opleiding stopgezet. Maar toch uiteindelijk besloten mijn opleiding af te maken in Nederland. Small business in Rotterdam. En toen ik die opleiding aan het afronden was met de eindscriptie, kreeg ik een aanbod om terug te gaan naar Roemenië als country manager. En in die tijd wilde niemand in Roemenië wonen. En ik heb toen gezegd, dat doe ik. Fantastisch, ga ik doen. En zo ben ik eigenlijk 11 april 2001 permanent in Roemenië terechtgekomen en sinds die tijd nooit meer weggegaan. Dat is een kort hoe ik in Roemenië ben gekomen. Ja. Dus je hebt daar heel lang over na moeten denken om naar Roemenië te gaan. Nou, het was meer lang nadenken toen ik weer terug was in Nederland om zo snel mogelijk weer weg te komen. Dat was meer het denkproces. Ja, hey, want we praten over 2001, 22 jaar geleden.
Nu zijn op dit moment heel veel mensen aan het nadenken in Nederland om te vertrekken om andere redenen. Ja. Omdat ze het land, omdat het klimaat ze tegenstaat, het politieke klimaat. Omdat ze heel veel dingen op zich af zien komen waar ze zich niet zo lang bij voelen. Dat speelde bij jou dus niet zo? Op dat moment? Nee, het was meer... Nee, in Nederland, ik zag de bui al hangen. Dat klinkt, nou ja, dat is makkelijk praten. Dat is retroactief. Je misschien graver voordoen dan je bent en zo. En misschien ben je toevallig niet om... Maar dat was echt wel zo. Ik wilde echt wel weg uit Nederland naar mijn studie. Want ik realiseerde me wel dat het belangrijk is om een tijd in het buitenland te wonen. Voordat je je vastlegt aan een vaste relatie en hypotheek. En ik wilde echt wel gewoon weg. Ik bedoel, de Pim Fortuyn tijd heb ik... van daarbij mee mogen maken in Rotterdam. We hadden ook huiskamer, 360 graden sessies deed hij in de Doelen destijds. Wij waren echt onderdeel van die beweging van Pim Fortuyn. En een paar van mijn huisgenoten, die hadden ook college van Pim. Dus dat leefde wel heel erg. En in Rotterdam gestudeerd te hebben als een jongen van het platteland, de Gelderse Vallei, was dat echt wel een grote schok in Rotterdam om daar te wonen. En te zien wat daar allemaal speelt. En dan wil ik niet zeggen dat de belangrijkste reden was. Speelde natuurlijk ook best wel avontuur en zo mee. Ik kom zelf uit de Reefon-familie. Dus ook een gedeelte van losbreken van je eigen... misschien wel van je opvoeding of van je achtergrond. Wat op dat moment misschien wat belemmerend was. En gewoon de wijde wereld in je vleugels uitslaan. En dat was denk ik wel de achter. Ja. Ja. Maar dat waren geen WEF-zaken die eraan ten grondslag lagen. Dat wist dat jij toen al wist. Nee, dat wisten we natuurlijk toen nog niet. Het was ook een super goedkoop land in destijds. Dat je kreeg best wel veel voor je geld. En ik heb de euro nooit meegemaakt. Ik was net voor de euro weg. Dus ik hoop ook niet dat de euro ons gaat inhalen hier. Ja. Ja, en het was gewoon plezierig wonen op dat moment. Het was natuurlijk ook country manager. Je werd overal voor belangrijk aangezien. Ik was een jong broekje, 26 jaar. En een Nederlands bedrijf vertegenwoordigen in Roemenië. Dat was toen nogal wat. Dat, Ja. Goed, je bent uiteindelijk vertrokken uit Nederland. Nu zit je dus al 22 jaar in Roemenië. Kan jij iets vertellen over wat je aan het doen bent op dit moment? Ja, ik heb 22 jaar in transport en logistiek gewerkt als directeur of als mede-aandeelhouder. Ik ben daar uitgestapt vorig jaar juli en sinds die tijd volledig zelfstandig. Ik doe fossiele brandstoffen en daaruit is een ander businessplan ontstaan om geleidelijk ook in ruw goud te gaan ondernemen. Maar dat is nog een vervolgstap. Daar zijn we aan het voorbereiden. Ik werk samen met een klein Nederlands team. Met een paar, ik kan wel zeggen, goede vrienden. En met een Zuid-Afrikaanse partner in Kaapstad. En we hebben nog een Israëlische partner waar we mee werken. Hongkong zit een goede partner ook. En zo heb ik eigenlijk een soort partnernetwerk opgezet in het loop van het jaar waar ik zaken mee doe. Ten aanzien van die fossiele brandstoffen? Ja. Dus wat wij doen, wij koppelen kopers aan verkopers. Dat klinkt heel makkelijk. Maar het is in deze business echt een hele rare wereld. Het duurt wel even voordat je doorhebt hoe de hazen lopen. En het duurt ook heel lang voordat een contract rond is. Dus dat is echt wel een traject van 3-4 maanden. En dan moet je het wel kunnen uitzingen. En dat is in dit jaar wel een uitdaging geweest voor mij. Dat is niet altijd makkelijk geweest. Maar ja, dat is inherent aan het ondernemen. Dus dat is... Ja. Je bent een tussenpersoon? Ja, tussenpersoon... Ik zie het meer als een adviesfunctie waarbij ik kopers adviseer met wie zij kunnen werken. Het is een markt vol met scammers. En het is absoluut niet makkelijk om een betrouwbare supplier te vinden met een goed track record. En wij hebben besloten, of ik eigenlijk mijn strategie, om het te focussen op een heel beperkt aantal contacten aan de supply kant, aan de leveringskant. En dat is echt wel een goede keuze geweest. Dus wat wij doen, wij diepte investeren in een beperkt aantal suppliercontacten. En kopers is nooit het probleem. Dus altijd in deze markt zijn er genoeg kopers. Maar waar je echt mee kunt winnen is dat je een track record kunt laten zien. En dat je gewoon serieus bezig bent. Ja. Hey, wat gebeurt er in jouw branche op dit moment?
Nou, we zien een soort Great Reset aankomen, maar niet de reset die Klaus Schwab in gedachten had. Het is meer een ik noem het altijd de Oil for Gold reset. Dus wat er gebeurt is dat BRICS 11, dus BRICS wordt uitgebreid met nog eens 6 landen vanaf 1 januari 2024. En BRICS is het samenwerkingsverband tussen Zuid-Afrika, Iran, India, Rusland en China en Brazilië. En daar komen nu nog 6 landen bij. En dat zijn met name olieproducerende landen in het Midden-Oosten. En die gaan vanaf, als ik het goed begrijp, binnen 7 dagen. Poetin is op dit moment in Saoedi-Arabië ook en weer een tour ook in de Emiraten. En zoals ik het begrijp van ook wat ik op Twitter lees, een paar goede accounts die ik volg daar, is dat tussen nu en 7 dagen wordt besloten om alles om te zetten naar de petro-yuan. Dus het is geen petrodollar meer, het wordt petro-yuan. Olieproducerende landen krijgen yuan in de toekomst voor hun olie. En in ruil daarvoor kunnen ze die yuan omwisselen voor goud op de Shanghai Gold Exchange. En dat is een gold exchange die helemaal los staat van Londen en van de westerse gold exchanges. Dat wil zeggen dat de prijs niet meer gedrukt kan worden, kunstmatig, op het goud. Dat er eigenlijk een soort closed ecosystem nu bestaat, waarbij Amerika volledig buitenspel wordt gezet. En waarbij natuurlijk ook de UST, de US Treasury Market, dus de obligatiemarkt, gaat instorten. Dus ik verwacht een totale instorting van het fiat geldsysteem. En terwijl aan de andere kant bij BRICS we een door olie en goud gedekte munt krijgen. Het is op dit moment nog geen unitaire munt. Maar dat gaat er wel aankomen, denk ik. Ik denk dat ze op dit moment een soort basket aan het maken zijn. Een soort gemiddelde van alle BRICS currencies. En elkaar gemiddelde. Ja. Kees, natuurlijk een mooie macro-economische beschouwing, analyse. Maar wat zie jij nu echt gebeuren in jouw eigen handel? Nou ja, dat die dollar onderuit gaat. Dus het valt olie was vorige week nog 92 en in één keer staat hij op 108. En dan heb ik het over geraffineerde olie, dus bewerkte olie, niet over ruwe olie. Dus kijk niet op oilprice.com en ga af op de Brent of op de WTI. Ik heb het echt over geraffineerde diesel of jetfuel. Ja, die gaat, het gaat nu pijlsnel omhoog. En dat is niet zozeer omdat die economie aantrekt. Dus ja, de enige manier om dat uit te leggen is dat die dollar steeds minder waard wordt ten opzichte van commodities. Mm-hmm. Dat is de enige uitleg. Ja, dat zie je ook in de goudprijs natuurlijk. Hè? Dat zie je ook in de goudprijs terugkomen. Ja, ja. Nou, dat is nog een interessant. Het is nog een heel interessant aspect. Als we kijken naar usdebtclock.org, dat is een website waar je kunt zien real-time wat de staatsschuld is van Amerika en nog een hoop andere macro-economische kerngetallen. En er staat bijvoorbeeld in dat de GDP per hoofd van de bevolking in BRICS al dubbel is naar goud gerelateerd ten opzichte van het collectieve Westen. Dus het collectieve Westen, dan heb ik dan NAVO, EU-landen, US, Commonwealth, whatever landen, het collectieve Westen. Dus naar goud gerapporteerd is hun GDP, hun BBP, al twee keer hoger dan, dubbel ten opzichte van het Westen. En daar kijkt niemand naar. En het wordt allemaal een beetje onder de mat geschoven, door onze globalistische leiders in het Westen. Maar dat zijn natuurlijk wel echte economiecijfers gebaseerd op olie en goud en onderliggende waardes. En ja, ik denk dat Roemenië heel naïef is om alleen maar te gokken op het Westen. Op Londen, Washington, Tel Aviv, het hegemonistische rijk, zoals ik het een beetje noem. Het Westen aan zich, terwijl wij hier pal naast Rusland wonen straks. Zoals het er nu uitziet, wordt de oorlog in de Oekraïne gewonnen door de Russen. Dat wil zeggen dat BRICS straks naast ons ligt, met de gemeenschappelijke grens van BRICS. Ik heb nog niet eens alleen over Rusland, maar over BRICS. En als ik kijk waar ik woon, geografisch, Boekarest, dat is de hoofdstad van Roemenië. Dat is het zuidoosten van Roemenië best wel. Ja, wij wonen straks waarschijnlijk op 5 uur afstand rijden van BRICS, zoals het er nu uitziet. He, dus als je naar Buca kijkt en wat vroeger Zuid-Bassarabië was, als we ervan uitgaan dat straks Nieuw-Rusland is, dan is dat 5 uur rijden.
En dat zijn toch wel hele grote veranderingen die misschien niet in Nederland iedereen doorheeft. En zelfs niet in Roemenië, moet ik zeggen hoor. Dat is wat ik nu allemaal zeg, dat is, ik doe ook regelmatig interviews in het Roemeens. En ook in Roemenië is er een soort wakker worden proces, zeg maar, gaande. Maar het is wel zo dat er hele grote aardverschuivingen gaande zijn die omkeerbaar zijn. En dat, daar wonen wij middenin, zeg maar. Ja, Kees, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, hè, wat is de invloed van het WEF die je momenteel waarneemt in Roemenië? Ah, het WEF. Ik heb een lijst gemaakt. Wacht even hoor. Dat is best wel veel. Eén daarvan was een wet die de 3 weken geleden een soort, wij noemen dat ordonnance de urgence, maar een soort decreet wat stiekem er doorheen werd geloodst in het parlement. En dat was echt bijna een volksopstand. Ze wilden de kers uit de economie halen. Dus contant geld verbieden. Contant geld verbieden in een land waar contant geld, zeg maar, voor mensen is dat gewoon overleven hier op het platteland. Je hebt een groot aantal dorpen en Roemenië is een groot land, dus de steden zijn goed ontwikkeld. Maar op het platteland heb je nog heel veel dorpjes waar mensen gewoon altijd met contant geld betalen. En waar geen pinautomaat is. En waar ze bij de lokale kroeg gewoon nog met lokaal geld betalen. En ja, dat was bijna een boerenopstand, zeg maar. En dat hebben ze toen hals over kop weer teruggetrokken. Maar ze proberen ze de hele tijd te testen. En wat mij heel erg irriteert is dat ze dat proberen in traditionele, orthodoxe landen als Roemenië. Met een best wel conservatieve cultuur. En je ziet het gewoon, het is eindeloos strijderen van die globalisten. Van hoe ver kunnen we gaan en laten we het eens lekker eens een keer proberen in Roemenië. En het is in principe gewoon kijken hoe ver ze kunnen gaan, dat is het. Een andere wet die ze deden was, ik noem het de kinderontvoeringswet. Dus als jij als vader een tijdje geen inkomen hebt, of je kinderen komen 3 keer te laat op school, of allerlei andere redenen, zoals vaccinatie ook, dat was ook nog een van de redenen, dan kunnen ze de kinderen van je wegnemen. Dus dan kunnen ze kinderen in staatsinstituten stoppen. Laten we niet over hebben wat dan misschien daarna gebeurt. Hè. Dus kinderhandel en dat soort dingen allemaal. Maar dat was een andere wet die ze er doorheen wilden drukken. Die is ook afgekapt. Er was ook grote protesten tegen. Even kijken hoor. NAVO natuurlijk. WEF-NAVO. Ik denk dat NAVO hier een belangrijker onderwerp misschien nog is dan de WEF. Omdat wij een Amerikaanse kolonie zijn hier. En wij wonen natuurlijk naast een oorlogsgebied. En ik denk ook dat bij ons de kogel rakelings langs ons hoofd is geschoten. Het scheelde niet veel. Wij werden ook betrokken bij die oorlog in de Oekraïne. Dat kan ik uitleggen. Naast Roemenië, tussen Oekraïne en Roemenië. Kees, wat bedoel je met we zijn een kolonie van Amerika? Nou ja, de prime minister, of zeg de minister-president van Roemenië is naar Amerika gegaan vandaag. En er wordt gewoon gezegd van alles gaat op de schop in Roemenië. Vanaf nu gaan jullie alleen nog maar van de Amerikaanse investeringen afhangen. Dat wordt gewoon gezegd in de officiële press release vandaag. Van de economie wordt radicaal veranderd en vanaf nu gaan de Amerikanen, zijn alleen nog de Amerikaanse investeringen relevant. Ik bedoel, hoe duidelijk kan het zijn? Er worden allerlei nieuwe snelwegen in één keer aangelegd. Dat echt 20 jaar heeft geduurd voordat er eens een keer een kilometer asfalt werd gelegd. In één keer ook rondom mijn dorp. Ik woon best wel in een soort, uptown wil ik niet zeggen, maar best wel een strategisch gelegen dorp in het ten noorden van Boekarest. Ja, in één keer een nieuwe rondweg en allemaal nieuwe viaducten en op- en afslagen en zo. Ja, dat en is toch positief. Dan denk ik, dat is zeker in positief, maar ik ben wat wantrouwend. Is dat niet bedoeld dat die Amerikanen hun troepen wat sneller kunnen verplaatsen in Roemenië, weet je wel? Dat zit er dan achter bij mij. Het is gewoon een land bezet door het Amerikaanse leger. En ze maken nu van Roemenië een soort militaire hub voor trainingen van F-16 piloten. Bijvoorbeeld Nederland stuurt F-16 piloten F-16's naar Roemenië. En ze gaan ook een heel compleet military industrial complex hier opbouwen met wapenproductie en ammunitieproductie. Dat had Roemenië wel altijd, maar ja, dat is nu allemaal in Amerikaanse handen. En ik vraag me echt af of dat niet een grote risico is voor mensen die in Roemenië wonen, inclusief mezelf. Of dat wel eens een goed idee is. Ik bedoel, we wonen vlak naast Rusland. En als het goed, als het er nu uitziet, straks ook de grens met Rusland, met Nieuw-Rusland.
ja, of het een heel goed idee is om in een land te wonen waar allerlei Amerikaanse wapentuig wordt neergezet en wordt geproduceerd. Dat vraag ik me echt af en toe. En ik woon nu 22 ja. jaar en ik zie het gewoon zorgwekkend die richting opgaan. En dat, ik vind dat wij neutraal moeten zijn. Zowel naar China als naar Amerika als naar... Kees, je hebt een aantal dingen genoemd. Afschaffen van cash, die kinderontvoeringswet die je benoemde. Snelwegen en andere wegen die worden aangelegd. Zijn er nog meer ontwikkelingen die je ziet in Roemenië? Ja, belastingen schieten omhoog. We hadden vroeger een hele gunstige MKB-belasting. Dus als je onder de miljoenen omzet had, dan kon je kiezen om 1% omzetbelasting te betalen. En dan was je gewoon gevrijwaard van verdere belasting. Tenzij je natuurlijk werknemers had of heeft, dan betaal je wel gewoon belasting over hun salarissen. Maar in principe was dat het dan. Dat was het. En nou, dat plafond hebben ze verlaagd nu naar echt een belachelijk, ik geloof naar 70.000 euro per jaar of zo, of 100.000 euro per jaar. Ik moet even nalezen, want het plafond verandert elke keer weer een stukje naar beneden. Maar dat is, ja, die gunstige regeling is dan dus over, want je zit zo onder 70.000 omzet. Dat, ja. Ja, nog een ander voorbeeld. De laatste 42 staatsbedrijven zijn geprivatiseerd in hele belangrijke sleutelsectoren. Dan praat ik over energie, bosbeheer, nutsbedrijven, havenbedrijven. Het wordt gewoon klakkeloos geprivatiseerd. En dat gaat meestal ook naar Amerikanen. Ja, of laten we zeggen BlackRock-achtige fondsen. En dat had absoluut niet gehoeven. Als je praat over bosbeheer, je praat over boswachters, over Rom Silva heet dat hier... En allerlei andere... Ja, Roemenië is een boskapland. Er wordt heel veel door die Oostenrijkers hier aan boskap gedaan. Zwijkhoven is een goed voorbeeld. Ja, dat moet gewoon in de gaten gehouden worden. Als dat allemaal gaat privatiseren, hebben we straks geen bossen meer in Roemenië. Het wordt gewoon helemaal leeggemolken, dit land. Zo zie ik het. En het gaat me echt aan het hart, want ik hou van dit land. Ik woon hier 22 jaar. Het is nog steeds een prachtig land. Ik denk een van de mooiste landen van Europa. Maar als je ziet gewoon hoe bruut, bij wijze van spreken, het Westen dit land helemaal leegmelkt. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. En het gaat niet ten goede van het MKB hier. Kees, wat maakt Roemenië zo mooi voor jou? Nou, het is een goede mix tussen een orthodoxe, christelijk-orthodoxe, dus oosters-orthodoxe cultuur. Met een sterk Latijnse invloed, want het is een Latijnse taal, Roemeens. Wij spreken in principe Latijnse taal. Ik denk ook van alle vijf Latijnse talen het dichtst bij het pure Latijns. Het heette vroeger het vulgaire Latijns, het Latijns wat op de markt werd gesproken. En dat hebben ze tot de dag van vandaag in bijna originele staat, zeg maar, wordt dat zo gesproken in Roemenië. En het is ja, een zeer vriendelijke bevolking. Het is super veilig in Roemenië. Het is, mensen zijn gasvrij. Zeer communicatief. Roemenen leren zeer snel andere talen. Dat hebben ze gemeen met ons Nederlanders. Iedereen spreekt Engels hier. Je hoort ook alles op tv of whatever in de media in het Engels. Niks wordt gedubt, zeg maar, zoals in Duitsland of in Hongarije. Het is een zeer naar buiten gericht volk ook. Dat hebben ze ook wel gemeen met ons Nederlanders. Ze kijken altijd toch wel, nou ja, ik vind nog steeds te veel naar het Westen, maar ze kijken wel heel erg naar wat er buiten Roemenië gebeurt. Het is een heel creatief volk. Roemenen zijn heel creatief. Dus als nou, bijna niemand meer een oplossing vindt, dan tovert de Roemeen altijd wel weer iets uit zijn hoge hoed, zeg maar. Ik zeg het wat plat, maar overal is wel weer een oplossing te vinden. Nou, er is een natuurlijk wantrouwen ten opzichte van de staat. Dat komt natuurlijk door het communistische verleden, maar dat heeft in onze lockdown-tijd wel geresulteerd in, ik denk nog een vrij relaxed leven ten opzichte van Nederland. Iedereen had er gewoon maling aan. Ja, er gebeurt ook wel massa-immigratie nu hier, omdat heel veel Roemenen natuurlijk naar het westen zijn vertrokken. Dus ze importeren nu heel veel Bangladeshi's en Pakistanezen en Indiërs en zo. Maar die zijn ook allemaal hard aan het werk. Daar hebben we geen last van verder. Die werken nu in de horeca en zo. Dat zijn ook werkende mensen. Dus dat is ook allemaal prima. Pim, wat zal ik zeggen? Als je vrijgezel bent en je bent op zoek naar een mooie traditionele vrouw en een toekomstige moeder van je kinderen, dan kan ik zeer zeker Oost-Europa aanraden. Dat is toch net iets anders dan Nederland. Veel traditioneler, veel meer op familie gericht. Een sterke familiecultuur ook. Ik kan nog wel even een half uur doorgaan. Als we eventjes door de bril kijken, Kees, van
de Nederlander die nu aan het nadenken is over het vertrekken naar een ander land. Mm-hmm. Omdat ze Nederland willen verlaten, omdat ze op de staart mm-hmm. worden gezeten door de WEF voor hun gevoel, omdat Nederland verandert, Nederland niet meer is wat het altijd is geweest. Ja. Hoe moeten zij dan aankijken tegen Roemenië? Ik denk dat je het moet vergelijken binnen de EU. Dus een soort dus meten met wat er binnen de EU gebeurt. Er zijn er verschillende opties natuurlijk. Dan is er altijd Spanje, Portugal, maar ik denk zeer zeker ook Oost-Europa. Bulgarije, Roemenië, Hongarije. Dus de contraien, zeg maar, waar ik in woon. En ik denk dat je een stuk vrijer hier bent in Zuidoost-Europa dan bij wijze van spreken in Spanje en Portugal. Omdat het natuurlijk ook al vrij, we zagen het aan de vaccinering en dat soort dingen allemaal. Portugal is verschrikkelijk, 99% van de mensen zijn daar gevaccineerd. Spanje had natuurlijk ook een heel bruut lockdown bewind. En daar is ook het een en ander nu gaande tussen de linkse en de rechtse mensen daar. Wat bijna een burgeroorlog lijkt uit te lopen. Dus zelfs Spanje is niet meer zo stabiel. Als je op zoek bent naar een redelijk vrij leven waarbij je bij wijze van spreken zelf ondernemer bent en je zou IT dingen doen waarbij je geld verdient met allerlei IT-achtige business, je zou prima in Roemenië kunnen wonen. Het is fantastisch. Ik bedoel, het land is binnen 2 uur vanaf Boekarest zit je in de bergen, rij je de andere kant op, zit je binnen 2,5 uur aan de zee. Zomers is het een warm klimaat. Lente, zomers zijn heel mooi. Winters is wat kouder. Maar goed, dan heb je ook heel veel skimogelijkheden en zo. Dus gewoon als je zeg maar wil oriënteren binnen de EU naar een alternatief, kan ik zeer zeker Zuidoost-Europa aanbevelen. En ik kan natuurlijk alleen voor Roemenië spreken. Ik ben ervan overtuigd dat als je Nederlander belt die in Bulgarije woont, hij voor Bulgarije spreekt. Ik ken Bulgarije ook vrij goed. Het is een buurland, ben er vaak geweest. het is in die zin een hele relaxed. Door de oorlog is natuurlijk het een en ander wel verscherpt hier. Door de oorlog in de Oekraïne. Maar ik denk nog steeds wel een meer relaxte manier van wonen dan in Nederland. Zeker wel. Ja. Ja. Wat is volgens jou het verschil tussen de drie landen Roemenië, Bulgarije of Hongarije? Nou, laten we beginnen met Hongarije. Hongaren zijn een vrij stug volk. Ik denk dat de Nederlander aan zich misschien wat makkelijker zou kunnen identificeren met Hongarije. Omdat het ook wel een wat georganiseerder land is. Het is wat schoner. Er ligt ook een goed netwerk aan wegen en snelwegen. Het is Boedapest, daar draait natuurlijk altijd alles om. Maar ook het platteland. Hongaren zijn wat Calvinistischer, zeg maar. En ze zijn wel katholiek in Hongarije, maar in Transylvanië zijn ze natuurlijk Calvinistisch. Er woont ook een grote Hongaarse minderheid in Roemenië. En dat is toch wel een beetje de volkscultuur. Het is toch wel een volk van... Ze zijn niet zo rumoerig en luid als Roemenen. De Nederlander misschien daar zich wat meer... wat sneller zou kunnen... thuis voelen is misschien een groot woord. Maar wat meer herkenning heeft, zeg maar, met Hongarije. Het is ook een kleiner land. Mm-hmm. Misschien wat makkelijker te overzien. Ja. Oké, en Bulgarije? Bulgarije is, vind ik, het is een Slavisch volk. Het is, de taal is Cyrillic, dus Russisch schrift, zeg maar. Cyrillisch schrift. Heel raar dat ze in deze tijden aan de kant van de NAVO hebben gestaan eigenlijk. Terwijl Servië gewoon wel heel duidelijk een lijn heeft getrokken van neutraliteit. Bulgarije is door de globalistische regering daar wel meegegaan in die hele hysterie van Oekraïne en de oorlog daar. Maar goed, dat is nu veranderd. Dat gaat nu toch wel. Ze hebben toch vrij grote volksprotesten die gewoon wel zeg maar vrede willen in deze regio en goede relaties ook met Rusland. En als je kijkt naar de geschiedenis, het Bulgaarse volk woonde natuurlijk ook altijd in de steppes vroeger, wat nu Rusland is. Dus het heeft natuurlijk cultureel en genetisch misschien zelfs wel een nauwe binding met Rusland. Het is een veel kleiner land dan Roemenië, maar ook een prachtig land met heel veel bergen. En de Zwarte Zeekust is echt geweldig in Bulgarije. Je hebt de glooiende heuvels en dan de cliffs, zeg maar. En de,
mooie golfresorts heb je in Bulgarije. Het is eigenlijk een mooier deel van de Zwarte Zeekust dan Roemenië. In Roemenië is alles plat, zeg maar. Polderachtig aan de kust. Terwijl Bulgarije heb je echt de heuvels. En het is gewoon een hele mooie combinatie van strand. En doet bijna aan als de Mediterraanse Alpen, zeg maar, in Nice. Dat is een beetje wat Bulgaarse Zwarte Zeekust. Het is wat armer dan Roemenië. Hun economie is ook vrij gericht op Roemenië, moet ik zeggen. Er zijn heel veel Bulgaarse bedrijven die hier zitten. Er zijn ook heel veel Roemeense hoofdkantoren die in Bulgarije filialen hebben. Dus de economieën zijn nauw met elkaar verbonden. Kees, er zijn veel Nederlanders die overwegen naar Hongarije te vertrekken. Dat zal niet enkel zijn vanwege de cultuur, maar ik denk ook vanwege Viktor Orbán. Dat veel Nederlanders zich daarin herkennen. Hoe zet jij Roemenië af tegen Hongarije in dat opzicht? Nou, Roemenië heeft een zeer globalistische regering. Die eigenlijk net zo regeert als ons voormalige kabinet in Nederland. Nul verschil. Het is een coalitie tussen de liberalen en de socialisten. Dan heb ik het over de PvdA en de VVD. Even vertaald naar het Nederlands. En het is copy-paste wat er ook in Nederland gebeurt. Alleen de brute onteigeningen van boeren. En het roekeloos doorvoeren van de WEF-agenda. Dat wordt hier dan denk ik wat geleidelijker gedaan. Maar af en toe zie je wat ik net ook noemde met het verbieden van contant geld. Komen er toch weer hele rare dingen uit. En ook met die kinderontvoeringswet. Dus ze proberen het elke keer wel. Maar het is wel zo dat de nationalisten hun nu in hun nek hijgen. We hebben volgend jaar verkiezingen. En zoals het er nu uitziet, gaat de nationalistische partij het winnen van Roemenië. Goed, dat is nog steeds een partij die redelijk pro-NAVO is en pro-EU. Maar nog denkt veel beter dan wat we nu hebben. En Orbán heeft een minderheidspartij in Roemenië. De Hongaren hebben een minderheidspartij in Roemenië. Dat heet UDMR. En die regeert ook altijd mee die heeft de laatste 15 jaar meegeregeerd als minderheidscoalitiepartner. En dat is eigenlijk een globalistische partij. Dus de Hongaarse minderheidspartij die het opneemt voor de Hongaarse minderheidsbelangen in Transylvanië, dat is een partij die echt diametraal ten opzichte van Orbán staat. Dat is wel grappig om misschien te noemen. Maar Orbán is een lichtend voorbeeld, denk ik, voor heel veel Oost-Europeanen, zeker. Ja, hij wordt ook best wel stiekem bewonderd door de Roemenen, al zullen ze dat nooit toegeven wegens het Hongaarse, Roemeense geschiedenis en met Transylvanië. Maar zijn profiel als leider wordt hier zeker wel op handen en voeten gedragen. Dat zeker wel, ja. Ja. Je hebt een paar keer Transylvanië genoemd. Mm-hmm. Ik ben daar zelf ook geweest. Ik heb het Graaf Dracula kasteel bezocht. Bram, ja. Ja. Je hebt ooit eens het verhaal verteld van een vriend van je die is vertrokken naar de bergen om zich terug te trekken, af te zonderen. Uh-huh. En dat is hem niet helemaal goed bevallen. En dat is misschien een leuk verhaal om even te vertellen, want ik ken een hoop mensen die overwegen om off-grid te gaan en zich terug te trekken uit het systeem. Of dat nou is in Zuid-Amerika of in Oost-Europa. Hoe is dat gegaan met hem? Nou ja, het was een tijd dat wij allebei collega's waren en door de lockdowns de kredietlijn werd teruggetrokken vanuit Nederland. En we hadden een gezamenlijke transportbedrijf en hij heeft daar op dat moment heel erg onder geleden, ook emotioneel. En we hadden echt onze ziel en zaligheid in dat bedrijf gestopt. En we gingen failliet. We gingen belly up, zoals dat heet in het Engels. En hij heeft zijn huis verkocht, hij woonde vlak bij mij. En is toen met zijn camper de bergen ingetrokken en heeft een tijd door Roemenië gezworven, ik denk een paar maanden. En is uiteindelijk via Nederland weer teruggekomen in Roemenië met een normale baan en een normaal huis en zo. Maar hij heeft het dus een tijdje geprobeerd, gedaan eigenlijk. En het is op korte termijn, als je hoofd wil leegmaken, is Roemenië een fantastisch land. Neem die camper, trek het land in. Zet die telefoon uit, ben even gewoon onvindbaar, duik onder, doe dat vooral. Dus ik vind het echt goed dat hij dat gedaan heeft en ik bewonder dat ook wel in hem, dat hij gewoon die stap toen heeft genomen.
Maar het is natuurlijk een illusie uiteindelijk. Ik bedoel, ja, om nou een camper vast te pluggen aan een elektriciteitspaal van een boertje ergens achter een hooiberg en zo je leven verder te leiden, dat is natuurlijk heel eenzaam. En je moet wel heel sterk in je schoenen staan om dat te kunnen trekken. En al spreek je hier vloeiend de taal en ben je helemaal ingeburgerd, wat hij ook is, net zoals mij. Ja, dat blijft natuurlijk toch wel een iets wat je tijdelijk kunt doen om even je hoofd leeg te maken. Maar niet zeker niet dat off-grid wonen met z'n allen in een blokhut woning, off-grid in een community. Ik weet het maar niet. Waar liep hij tegenaan, Kees? Nou ja, dat, op een gegeven moment word je gewoon natuurlijk eenzaam. Je zit natuurlijk alleen redelijk comfort. In een camper heb je natuurlijk nog steeds redelijk comfort. Het is niet zo dat je helemaal off-grid bent. Je plugt natuurlijk gewoon s'avonds aan de oplader en zo. Maar het is eenzaam. Ja, het is gewoon eenzaam leven. Het is niet iets wat... Het wordt heel erg geïdealiseerd, denk ik. En kijk, wij in Roemenië, als wij de auto pakken en we rijden 2 uur het land in, dan zit je in een hele andere wereld. Dus ik denk ook dat voor mensen die hier wonen, wellicht die behoefte iets minder is dan mensen die in een super georganiseerde, strakke samenleving als Nederland wonen. Als wij gewoon even een weekje weg willen, pakken we de auto, zitten we op het platteland. Ja, internet werkt hier overal, dus je kunt gewoon je laptopje open doen. En in principe ben je al helemaal semi-off-grid, zeg maar, in een totaal andere wereld, waarbij boertjes nog gewoon de koe handmatig melken en het varken voor de kerst wordt geslacht en voor de zomer worden ze ballen afgesneden, want anders heb je geen lekker vlees voor de kerst. En het lammetje wordt geslacht hier voor de Pasen en je hebt een rijk cultureel leven op het platteland. Dat kun je allemaal doen binnen een paar uur rijden. Het is niet zo dat allemaal heel onbereikbaar is, zeg maar. Dus je kunt gewoon kiezen voor 2 levens hier. Je kunt kiezen tussen, oké, ik woon 90% van mijn, zoals ik bijvoorbeeld hier, in een suburban, buitenwijk van Boekarest, zeg maar, met heel veel groen en vlakbij het vliegveld ook. En dan woon je redelijk westers, zeg maar. Maar je kunt er ook voor kiezen om misschien een bepaald deel van het jaar gewoon helemaal down under te gaan. Dat kan, die keuze heb je. Ken jij veel Nederlanders, of ken jij Nederlanders die de stap hebben gezet om het klimaat in Nederland te ontvluchten en naar Roemenië te gaan? Ja, er komen steeds meer. En de gemeenschap wordt zo groot. Het zijn gewoon mensen die hier callcenter-achtig werk doen, die wij spreken 1500 tot 2000 euro per maand verdienen. Met een callcenter die diensten verleent, back-office werk voor Nederlandse sprekende klanten, zeg maar. Dat is wel een hele house geweest hier de afgelopen jaren. Zowel in Cluj-Napoca, zeg maar de hoofdstad van Transylvanië, als Boekarest. En je ziet ze gewoon steeds meer. En dat zijn echt Nederlanders die ook gewoon in arbeiderswijken wonen. Die gewoon in een normale wijk wonen in Boekarest. Dat zijn niet meer de expats. Vroeger waren Nederlanders automatisch expats. Die woonden allemaal in sector 1. Het duurdere gedeelte van Boekarest. Hadden allemaal een zwembad en goed betaalde expatsalarissen. Met een, meet, zeg je dat in het Nederlands. Poetsvrouw en hoop personeel en kinderen naar de Amerikaanse school. Die tijden zijn over. Je ziet nu steeds meer Nederlanders komen die ook best wel mensen die al redelijk ver zijn gevorderd in hun leven. Dus, ik zeg nog geen kinderen, maar al wel getrouwd zijn of een relatie hebben. Of ja, die gewoon hier naartoe komen. En dan wonen ze 3 hoog achter in zo'n arbeidersflat ergens in een wijk in Boekarest. Die zijn gewoon gelukkig. Die hebben gewoon een prima leven hier. Qua koopkracht ook. De metro werkt overal. Dus vanuit daar vandaan komen ze binnen 15 minuten zijn ze op hun werk. En dat zie je best wel veel. Ik denk dat er echt wel duizenden Nederlanders wonen die ik helemaal niet ken. In Boekarest. Ja. Ja. Maar om wat voor reden zijn ze daar dan? Om wat voor reden hebben ze Nederland verlaten? Je hoort overal hetzelfde verhaal. Ze zijn wel klaar met Nederland. Sommigen zijn hier toevallig gekomen. Anderen hebben gewoon bewust gezocht van welk land ga ik naartoe. In Portugal heb je ook heel veel van die callcenters en zo. En die hebben toen voor Roemenië gekozen. Meestal komen ze voor hun vriendin ook. Het zijn mooie vrouwen in Roemenië. Dus ja. En dat is natuurlijk ook wel gewoon eerlijk. Ik bedoel, een man die op zoek is naar een echtgenoot en een levenspartner. Ja, waarom zou hij niet een tijdje in Oost-Europa gaan wonen? Ik bedoel, de vrouwen zijn hier mooi traditioneel. Moeders van je toekomstige kinderen. Dat is ook een belangrijk motief van heel veel mensen. Van heel veel mannen, moet ik het zeggen dan. Die
die hier naartoe komen. En wat is daar mis mee? Is prima. Je ziet ze vaak in langdurige relaties daarna. En daarna kopen ze een flatje of een appartementje, krijgen ze kinderen. Heb je best wel veel gemengde gezinnen al in Roemenië. Met kinderen die zowel Nederlands zijn als Roemeens. Ik ben er zelf een goed voorbeeld van. En ik denk mensen ook een beetje rust zoeken of stabiliteit in de zin van al die gekte die in Nederland gebeurt. Nu is natuurlijk heel veel onrust ook in Nederland. Kijk, in Roemenië is er een groot verschil tussen samenleving en regering. En de soep is nooit zo heet als die opgediend wordt hier. En dat is in Nederland wel zo. Dus als je in Nederland een Rutte hoort praten of een De Jonge, ja, hou je maar vast. Huis voor huis, deur voor deur. Dat waren ze volgens mij echt van plan. Ik bedoel, Nederlander voert dat echt grondlicht uit. Als een Nederlander iets zegt, dan meestal doet hij dat ook. Afspraak is afspraakcultuur. Dus als je idiote globalistische dingen hoort in Nederland, dan ja, bij wijze van spreken heel veel mensen al gaan zweten van, oh god, maar dat gaat straks ook echt gebeuren dan. Terwijl hier is het veel meer van, oh, dan heb je weer zo'n globalistische opportunist die misschien nog een slusfund ergens heeft op de Cayman-eilanden. En daarom zit hij in de regering hier geplaatst door zijn westerse overlords, door zijn westerse whatever, handlers. Maar laat hem maar blaten, want dat gaat nooit lukken hier, weet je wel. Mensen vermijden het. Dat is helemaal, je kunt hier fantastisch leven zonder ook maar iets met regering of met overheid of zo. Het hobbelt allemaal wel door. Gewoon relaxed leven. Je kunt gewoon een heel parallel leven al leiden in de samenleving hier. En ik denk dat het verschil is in Nederland. In Nederland, Nederlanders denken echt dat je die zwart-wit keuze moet maken tussen parallele samenleving en normale samenleving. Omdat je in Nederland ook dat wel een beetje verplicht wordt, zeg maar. Dat wordt je echt wel door je strot geduwd, omdat Nederland zo heel goed georganiseerd is. Dus alles wat ze daar doorvoeren, dat wordt ook echt gewoon zo gedaan. Dus je wordt wel bijna uit de samenleving gepusht. En dat is hier echt niet zo. Het is gewoon nog steeds redelijk ongeorganiseerd, godzijdank, redelijk vrij. En ik zie dat niet gebeuren hier. Je kunt gewoon parallel leven zonder dat je uit de samenleving stapt hier. Veel meer vrijheid. Ja. Nou ja, goed. Aan het begin van het interview gaf je aan dat er dus wel degelijk zaken veranderen in Roemenië. Waarbij ze van plan zijn het contant geld af te schaffen. Ja, dat was een initiatief. Ik denk, als ze dat doorvoeren, dan word je toch redelijk uit het systeem geplaatst. Hè? Als je dan enkel met contant geld wil werken. Nou, de regering wordt denk ik uit het systeem geplaatst dan. Want het systeem is gewoon de Roemeense bevolking hier. En als die zegt nee, dan is het nee. En ze hebben natuurlijk ooit Ceausescu hier tegen de muur gezet. Dus ze hebben wel herinneringen aan hoe men hier met dictators omgaat. En we hebben Vlad Tepes, die vroeger de Turken aan de paal speechte. En ze hebben natuurlijk jarenlang onder die Habsburgers gewoond. Waar ook hele, kijk, in die Roemeense geschiedenis allemaal brute opstanden geweest tegen de overheersers en zo. En het is gewoon, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan is de regering uit het systeem geplaatst. En het systeem is de Roemeense bevolking en samenleving. En buiten dat, het is een christelijke samenleving. Het is een orthodoxe, Oosters-orthodoxe samenleving. Ze hebben hier helemaal niks met die idiote LTKB-agenda. Ze vindt allemaal prima wat je in je slaapkamer doet. Gaat niemand het ooit over hebben. Maar ga hier niet allerlei idiote agenda's van het Westen uitrollen. Dat werkt gewoon niet. Dat gaat gewoon niet lukken. Men wil gewoon een traditionele familie. Ik zeg niet dat iedereen naar de kerk gaat elke zondag, maar het is wel een zeer degelijke orthodoxe traditie. Pasen is zeg maar het kerst van wat in West-Europa het kerst is, is hier het Pasen. Het licht, de wederopstanding van Jezus. En dan wordt er een maand lang tegen gezegd van, ik zeg dan, Jezus is opgestaan. En mijn gesprekspartner zegt, hij is waarlijk opgestaan. En dat is gewoon, zeg maar, hier spreektaal. Dat is gewoon de traditie. Gaat gewoon niet lukken. Wat die satanische globalisten willen, gaat niet lukken. De kerk speelt een te grote rol. En het is hier ook best wel een bon ton om met de kerk te afficheren. Dus je ziet heel veel Roemenen op Facebook zondag naar de kerk gaan. Dat posten ze van, ik ben weer naar de kerk geweest. Dat is hier gewoon, zeg maar, een soort van, kijk hoe ik van mijn cultuur en van mijn land hou. En in Nederland, als je zegt, ik ga naar de kerk, dan kijkt iedereen je aan van, wat? Ben je gek of zo, weet je wel? Dat is hier niet. Totaal anders. Mm-hmm. Totaal anders. Ja. Hey, als mensen deze podcast bekijken en geïnteresseerd zijn in meer informatie, of misschien meer willen weten wat jij doet, contact met jou willen opnemen, hoe doen ze dat het beste? Nou, je kunt me vinden op mijn website. Ik weet niet of ik dat kan zeggen hier.
Je kunt me vinden op kramerholding.com. Het is vrij makkelijk te onthouden. Kramer met een C, kramerholding.com. Daar staat mijn e-mailadres. Je kunt me altijd mailen. Ik zit op Twitter, Kees Kramer. Apenstaartje Kees Kramer. Je kunt me altijd DM'en op Twitter. Ik zat vroeger op LinkedIn, maar daar hebben ze me van afgegooid. Want ik was vrij vocaal over BRICS en over wat er daar allemaal gebeurt. Dus daar zit ik niet meer op. Ja, de makkelijkste manier is me gewoon even een e-mailtje te sturen. Het e-mailadres staat op de website. En ik reageer binnen, als het niet binnen 24 uur is, binnen 48 uur reageer ik altijd. Ja. En laat ook even je nummer achter, kunnen we appen, kunnen we even bellen met elkaar. Je had het ook over een businessclub die je hebt opgezet. Wat is dat precies? Nou, dat is een soort hobbyprojectje van me, maar wat wel serieuze vormen gaat aannemen. Ik heb blacksea-businessclub.com opgericht. Ik ben de website nu aan het herinrichten, aan het updaten. Je kunt me wel vinden op Twitter, op blacksea-bc. Dat is een multipolaire ondernemersclub, waarbij het doel is om ondernemers uit verschillende landen, zowel BRICS-landen als EU-landen, bij elkaar te brengen. En om elke havenstad van de Zwarte Zee een kantoor te openen, waar we bij één keer per maand of één keer in de twee maanden een netwerkborrel doen. Heel informeel, heel erg gericht op mensen zich fijn voelen, relaxed. Allemaal niet met moeilijke toespraken. Gewoon een soort informele netwerkclub. Waarbij als er van buiten een investeerder zou komen die geïnteresseerd is in een netwerk, zeg maar, rondom de hele Zwarte Zeekust, dan zou die zich kunnen inschrijven en dan zou die kunnen deelnemen aan een van deze borrels, zeg maar, informele borrels. Maar goed, ik moet het allemaal nog handen en voeten geven. De respons was overweldigend op LinkedIn. Ik heb heel veel inschrijvingen gekregen, ook vanuit Amerika. Amerikanen vinden het reuze interessant, zijn helemaal niet anti-Russisch. Dat is echt één grote hoax. Ik zit ook in allerlei WhatsApp-groepjes, multipolaire WhatsApp-groepjes, elkaar allemaal gevonden via LinkedIn. En heel veel Amerikanen zitten daar, Canadezen, Australiërs, mensen uit Nieuw-Zeeland, West-Europa, ook Russen, ook Indiërs, ook Israëliërs, ook Iraniërs, ook moslims, ook christenen, ook donkere mensen. Wat er gebeurt op dit moment in deze wereld, waarbij men probeert ons in een van de twee kampen te duwen, zeg maar. Of het collectieve Westen, NAVO, EU en zeg maar de Commonwealth, Amerika of BRICS. Dat is echt klinkklare onzin. En ik wil dat met deze club doorbreken. Ik wil kunnen laten zien dat we één businessclub hebben, zowel in het BRICS-gedeelte van de Zwarte Zeekust als het EU-gedeelte van de Zwarte Zeekust. En dat dat prima samengaat. En dat we in de toekomst ook Roemenen kunnen uitnodigen naar Nieuw-Rusland, of Nieuw-Russen kunnen uitnodigen naar Roemenië of naar Bulgarije of elk ander land. En dat we gewoon gezamenlijk de Zwarte Zeekust gaan op de kaart gaan zetten als heel interessant investeringsgebied. Zowel vanuit de BRICS-kant als vanuit de EU-kant. En dat we op die manier een soort brug beginnen te proberen te leggen tussen ondernemers van beide kanten. Dat is het doel. Ja. Hey, dat is zeg maar jouw zakelijke gedeelte waar je mensen mee kan helpen. Wat nou als mensen meer informatie willen of hulp bij het vestigen of het wonen in Roemenië? Hoe zou je daarmee kunnen helpen? Nou, ik kan altijd aanbevelingen doen. Ik zit zelf niet in de, zeg maar, relocation of zeg maar, als mensen hier naartoe willen komen, dat ik daar een business mee heb of van maak. Ik sta mensen graag te woord. Ik vind het altijd leuk als Nederlander om andere Nederlanders te spreken. Ik zit natuurlijk in de Roemeense samenleving. Dus het is altijd prettig om eens een keer je eigen taal ook weer te kunnen spreken. Ik doe dat geheel belangeloos. En als mensen specifieke diensten nodig hebben. Nou, ik heb zelf een Roemeense boekhouder die fantastisch is. Die heb ik al heel veel Nederlanders, ondernemers, MKB-ondernemers aanbevolen. Je spreekt ook goed Engels. Heeft een, ik kan wel zeggen, een lokaal tarief. Roemeens tarief doet zijn werk fantastisch. Als mensen een zaakje willen opzetten, kan ik hem aanbevelen. Als zij wat geavanceerde fiscaal advies nodig hebben, maar ook zeg maar gelinkt aan allerlei internationale bedrijven met Roemenië. Pim, jij bent de man. Jij kent waarschijnlijk ook wel mensen hier in Roemenië. Voor fiscale dingen waar jij mee kunt praten. Zo hebben we over onze deurtjes. Dus als mensen zeg maar echt we hebben een Nederlandse makelaar hier. We hadden voor het gesprek hadden we het over Nederlandse verhuizer, Cor de Groot.
Zo heb je overal Nederlanders zitten die hun specifieke zaakjes hebben. Maar ook de Britten, we zijn goed bevriend ook met heel veel Engelsen hier. We hebben één Engelsman die doet fantastisch werk met het verlengen van verblijfsvergunningen. Deponeer je alles bij hem, hij doet al het loopwerk, hij doet alles. Hij roept je alleen nog maar als je een handtekening moet zetten. Dan heb je weer een residence permit voor 5 jaar of voor 10 jaar. Ja, het is... Zo'n residence permit, is dat ook voor Nederlanders? Ja, als EU kun je automatisch, heb je recht op een 5-jarige verblijfsvergunning. Als je je eigen zaak hebt. Nou, je eigen zaak is vrij makkelijk op te richten in Roemenië. Sociaal kapitaal is €50 in Roemenië. En als jij dan de enige aandeelhouder bent binnen je eigen zaak, directeur, groot aandeelhouder heet dat volgens mij in het Nederlands, krijg je automatisch ook een residence permit. Dat is een manier om het te doen. Andere manier om het te doen is om werkcontract te krijgen bij een van die callcenters of whatever werk je kunt vinden hier. Dat is een manier om het te doen. De andere manier is te doen om te trouwen. Dus om een Roemeense vrouw te trouwen. En dan heb je natuurlijk ook een permanente residence permit. Dat zijn de 3 opties. De meesten kiezen ervoor om een eigen BV op te richten. Wat vrij goedkoop en makkelijk is. En ook om zeg maar je maandelijkse balans te deponeren. Dat kost misschien €50 of misschien een keer €100 als je wat meer activiteiten hebt per maand. Dat is allemaal makkelijk op te lossen. Het is allemaal niet het einde van de wereld. Het is, ik denk, vrij toegankelijk. Ja. Maar wat krijg je dan als je dan een Roemeense BV opricht? Wat krijg je dan voor residentie? Nee, 5 jaar. Je krijgt een 5-jarig... Je krijgt een heel mooi certificaat, zeg maar. En dan staat erop dat je 5 jaar in Roemenië woont. En dan krijg je ook een soort burgerservice nummer. En dat is een heel groot voordeel, dat je van altijd af bent van de Nederlandse belasting. Je bent gewoon fiscaal resident in Roemenië, zoals elke andere Roemeen. En als die 5 jaar is afgelopen? Dan verleng je hem weer. En dan kun je hem na 10 jaar of verlengen. 5 jaar? Nee, dan kun je hem na 10 jaar lang verlengen. En dan krijg je een soort identiteitspas. Dan krijg je een soort pas, zeg maar, die gelijk is aan het Nederlandse identiteitsbewijs. En dan kun je gewoon vrij in de EU mee rondreizen. Ja, bijna gelijk aan een paspoort, zou ik bijna zeggen. Maar, ja. Maar goed, als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze contact met je opnemen. En jij hebt een netwerk van mensen, bedrijven om je heen, Nederlandse bedrijven, waar je hen mee in contact kan brengen. Ja, dat is heel makkelijk. Absoluut, heel makkelijk. Ja. Ja. En jouw focus zelf, business-wise, ligt in de oliehandel. Ja. Dus als er mensen kijken die daar specifieke interesses in hebben, dan kunnen ze helemaal contact met je opnemen. Nou ja, als ze algemeen vragen hebben over... wij zitten vol, laat ik het zo zeggen. wij zitten vol. Dus qua oliehandel, geen nieuwe klanten, geen nieuwe suppliers, we zijn helemaal vol. Het loopt... Prima, we hebben genoeg werk, het zit helemaal vol. Maar als ze wat meer informatie willen over, zeg maar... ik denk door de oliehandel dat wij zien best wel wat er gebeurt ook aan de andere kant nu met BRICS en zo. Als ze daar een keer een gesprek over willen hebben, tuurlijk altijd. Zijn praktijkvoorbeelden, ja. Nou, Kees, mag ik je hartelijk bedanken. Ik vond het een superleuke interview, leuke podcast. Ik denk dat veel mensen daar wat aan gaan hebben. Of ze door dit verhaal nou wel gaan kiezen voor Roemenië of juist niet gaan kiezen voor Roemenië. Ik denk dat dat niet uitmaakt, maar dat we de mensen gewoon informeren over alle landen, tenminste over vele landen, zodat mensen een betere keuze kunnen maken. Dankjewel, Pim. Dus nogmaals mijn dank. Ik richt me even tot de kijker. Bedankt voor het kijken naar de 2e aflevering van De Springplank voor Vertrek. Volgende week gaan we praten met een dame, een Nederlandse dame in Brazilië, die al enige tijd woont. En zal ze ons gaan uitleggen wat haar reis is geweest, hoe ze daar terecht is gekomen, wat ze daar doet. En heel belangrijk ook, wat de invloed van het WEF momenteel in Brazilië is. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende week.